tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Sam Philips en vandaag ga ik op de Rasmaaier rijden. Let's go! Oké, de sleutels zitten er nog op. Bob, zo ga ik later mijn kind noemen. Ik weet daarom dat hij zo... omdat ik dus niet te zwaar ben. Snap je? Ik ben te... Daarom zit ik zo met mijn hand hier ook. Oké, ik ben op de tractor aan het rijden en het is zo leuk om te doen. En ik ben het gras niet aan het afmaaien, omdat ja, het is net afgemaaid. En ik vind het echt leuk om te doen. En mijn mama staat te kijken. En ze loopt weg. Oké, het is inmiddels 4:20 en ik ga taart maken, chocoladetaart. En de oven is al voorverwarmd. En het moet op 175. Oké, back. En ik heb hier allemaal ingrediënten. Naast me staan potten, rare lepeldingetjes en chocolade natuurlijk. En ook een bakvorm, want dat hoort een ronde taart. Taartcake ding. En ik heb er zin in, dus let's go! En hier heb ik de ingrediënten staan op mijn gsm. En nu gaan we beginnen. Dus je moet 200 gram pure chocolade gebruiken. En wat beginnen we? Chocoladebrokjes doen om te smelten. Oké, we beginnen met chocolade in een kom te doen. En dat moet in een iets grotere kom zijn, want daar gaat echt alles op het einde in voor echt heel dat taartcake ding te maken. Dus je hebt echt een grote pot daar nog voor nodig, maar niet te groot natuurlijk, dat het niet zo 5000 kilometer groot is. Past over je hoofd, dat is goed dan. En dan doen we al de chocolade erin. Oké, dan 180 gram suiker. Dus pakken we weer een potje. Maar nee, dat moet dan weer... Ja, nou, oké. Het begint te lukken, hé bro. Nu gaan we dat erin doen, omdat heel het mengsel is gemaakt. En dan moet het in de oven. Er staat de witte poort voor de witte auto voor de poort. Ja, ja. Het is oké. Het is oké. Ik heb het gezegd. Wij moeten al gaan werken. Ik ben de paarden aan het eten geven en zij krijgen korreltjes. Zie je het? Ja. Heel mooi. En ze hebben al allemaal eten gekregen. En jullie gaan straks zien dat Gerlinde, het oudste paard, die is al iets in de 20, slober krijgt. Dat is omdat haar tanden weg zijn. En ja. Ik zit in de hooibel. En ik doe dat massa's vaak als we de paarden aan het doen zijn. En ik vind dat zo leuk. Want... She has autism. Voor de video. Dat is pro voor de video. Alsof ik iets doe. Oh, Jezus, doe dat ook Mark hier thuis. Hoi, hoi, hoi. Dit is Marije. Oh, ben je bang van mijn jas? Dat is het liefste paard ter wereld. Maar wel het grootste paard ter wereld. Oké, dus dit is Marije. Die is 14 jaar. Oké, doe maar. Dit is Raquel. Die heb ik al 2 jaar. En die is 19. Hé, hey, ik heb jullie nodig. Ja, Hera komt eraan. Dat is Hera. Dat is de jongste, die is al 4 jaar. Hey papje. Kom een keer bij je mama. Hey. Dit is Hera en de poes komt weer. Oké, dus dit is Hera. En Gerlinde staat weer daar. Dus het is vrij gevaarlijk. Ja, ik weet het. Ik ga weg. Oh my god, Hera zit aan de poep van de kat te ruiken. Sorry. Oh, lekker een echte chef, kokkie. Oh, het ziet er wel delicious uit, moet ik zeggen. Het is inmiddels al 21:30 s'avonds en ik lig gewoon een beetje in mijn bed films te kijken. YouTube, dinges. En mijn neus is in de avond altijd massa's irritant. Zo verstopt en dicht en... En morgen is het school. Vonden jullie deze video leuk? Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En bij de 30 likes... ga ik een ASMR video maken voor jullie.
Ik heb daar massas veel zin in, want ik hou er echt van om te maken. Like en abonneer voor meer. Doei doei!